Over die ondernemers gesproken, veel van hen hebben natuurlijk hoge schulden. Enorm hoge schulden. En zou je nou een deel van die schulden moeten kwijtschelden? Klaas Knotten, president van de Nederlandse Bank, vindt van wel. Veel bedrijven hebben die schulden. En ja, dat is natuurlijk problematisch als er straks weer geld verdiend wordt. Als er winst gemaakt wordt, ja, dan gaat alles wellicht aan die belastingsschuld op. Nou, Klaas Knotten vindt dat het nieuwe kabinet daarmee aan de slag moet. Dat ze een deel van dat belastinggeld moeten kwijtschelden. Normaal moet je er terughoudend in zijn, zegt hij. Maar het coronavirus is als een meteorietinslag. Die crisis komt van buiten en daarom zou je dit zeker moeten overwegen, zo zegt Klaas Knot. Het gaat dan niet om het volledige bedrag, maar alsnog betekent het natuurlijk dat het nieuwe kabinet miljarden gaat kosten. Ja. En dan kun je je afvragen, wat nou voor de mensen die dus dan wel keurig hun dingen hebben betaald? Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Kijk, ik denk het belang is, hè, je ziet, je hebt nu steunmaatregelen. Op het moment dat die afgebouwd worden, waar we toch voor vrezen, is dat je dan meer faillissementen gaat zien. Nou, dat zit voor een deel inderdaad ook in belastingsschulden die mensen nog moeten gaan betalen. In het belang van de economie zou je zeggen, je wil die faillissementen niet, je wil die oplopende werkloosheid niet. En dan kan ik me er wel iets bij voorstellen. Dit is natuurlijk buiten de schuld van ondernemers ontstaan. Zij kunnen hier echt niets aan doen aan die situatie waarin ze terecht zijn gekomen. En dan ligt het eigenlijk in de lijn van de steunpakketten die je hebt gehad tot nu toe, dat je ook even kritisch kijkt naar de impact die belastingsschuld op die bedrijven heeft. Ja, wordt daarnaar gekeken? Nou, dit is niet nieuw, deze oproep van Klaas Knot. Heeft hij al eerder gedaan. En toen heeft Wopke Hoekstra gezegd, het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Toen leek hij niet heel erg gewillig. Dus ik weet niet zeker of ze het kabinet er echt iets mee gaat doen. Maar volgens mij nemen ze dit wel heel serieus. Ja. Kijk, je wil natuurlijk, je wil niet dat de pijn zit in een aantal sectoren. In de horeca, in de recreatie, in de reisbranche, in contactberoepen ook. En je wil niet dat daar bedrijven gaan omvallen omdat die belastingsschuld ze uiteindelijk de das om gaat doen. Terwijl ze op zich levensvatbaar zouden kunnen zijn. In hetzelfde interview riep Klaas Knot ook op voor een soort militaire dienstplicht om de zorg te ontlichten. Om dus te helpen bij de personeelstekorten in de zorg. Wat vond u van die oproep? Nou, dat is op zich een oproep die al vaker is langsgekomen. In een poging om de personeelstekorten op te lossen. Maar dat was eigenlijk precies mijn commentaar op de discussie hiervoor. Omdat ik heb een warm hart voor ondernemers. Maar ik denk dat we heel goed moeten kijken waar we ons geld aan uit gaan geven de komende tijd. Want als je kijkt naar wat de coronacrisis ook heeft laten zien, is dat wij misschien ons zorgstelsel moeten hervormen. Ja. Dat wij ons onderwijsstelsel fors moeten hervormen om dat in ieder geval goed in te richten voor de toekomst. Dus ik zou heel graag een wat bredere discussie willen hebben over, nou ja, waar gaan we nou ons geld aan uitgeven de komende tijd? En dan proef ik eigenlijk in wat u zegt dat u vindt dat het geld beter misschien wel uitgegeven kan worden aan de zorg. Nou, wat ik merk is dat er heel erg korte termijn gedacht wordt. En nogmaals, ik heb echt een groot hart voor ondernemerschap. Dus ik zou het prachtig vinden als het kan. Maar we hebben met z'n allen ook een andere opdracht te doen. En dat is echt te leren van wat ons is overkomen. En te zorgen dat als we straks COVID-23 krijgen, dat we niet in dezelfde situatie terechtkomen. Dus daar zou ik echt een pleidooi voor willen houden. En dat kan niet allemaal, lijkt mij. En de zorg hervormen, en geld naar het onderwijs, kan niet de schulden kwijt. Ja, dat klopt. Het kan niet allemaal. Het is wel zo dat we financieel op zich in een gunstige positie zitten. Nederland krijgt geld toe wanneer het leent. Dus op zich, zeg maar, nu de crisis dan toch is gekomen, financieel en voor de staatsschuld, is dit eigenlijk dan nog een gunstig moment waarop het gebeurt. Maar wordt er dan genoeg gekeken wat jou betreft naar hoe we dan ook echt dingen kunnen verbeteren? In plaats van dus nu pleisters pakken, hoor je wel vaak van, je zou nu ook dingen kunnen hervormen nu al zoveel geld. Ja, maar dat is een van de dingen die mij opviel in de verkiezingscampagne. Is het daar eigenlijk ook nauwelijks over gegaan? Er is natuurlijk van tevoren, in het begin van de crisis, heel veel gesproken over hoe gaat Nederland er straks uitzien. Ik denk dat eigenlijk alle krachten er nu toch op gericht zijn dat we zo snel mogelijk teruggaan naar het oude normaal. En dat er van al die vergezichten die we in het begin hadden, heb ik ook in de verkiezingscampagne weinig teruggehoord. Dat is wel jammer, denk ik. Want je grijpt wat dat betreft, never waste a good crisis, zeggen ze. Maar die wordt op die manier ook niet echt gebruikt. Ligt dat wel op tafel nu tijdens de formatie? Ja, dat is echt een van de hele belangrijke onderwerpen die op tafel ligt, ja. Maar ja, zo zijn er heel veel dingen die in de formatie eigenlijk besproken moeten worden. Weet je, alleen al klimaat. Maar goed, dit is ook wel belangrijk, ja, zeker.